De volledige PSV-selectie was woensdagmiddag te gast in revalidatiecentrum Bliksembos in Eindhoven. In het kader van de jaarlijkse sportief tour gingen de PSV-spelers sporten met kinderen met een beperking. En dat zorgde voor veel lachende gezichten. Hoe is Erik Pieters als rolstoelvoetballer? Ik ben rolstoelkeeper, hè? Maar hoe ging dat? 0 tegen, dus dat is goed, hè? Puntje. Maar dan zijn het de spitsen die het vandaag niet afweten. Ja, dat is ongelooflijk. André de spits, laat hem lekker verdedigen, André, hoor. Er is niks aan de hand. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat is elk jaar zo. En van dit jaar weer wederom. En, ik vind het een heel mooi en heel goed initiatief, omdat de kinderen die vinden het geweldig. En dat is denk ik het allerbelangrijkste, maar ook de spelers zelf die vinden het ook heel mooi om te doen. En dat samen is natuurlijk fantastisch. Sí, la verdad que siguiendo la realidad de los pequeños que ahorita están aquí, pues como te lo repito, uno valora muchísimo más todo lo que tiene. Y creo que es importantísimo para ellos, sobre todo que bueno, ellos ven una motivación, ven a sus ídolos y creo que es importantísimo para ellos y para nosotros. Ja, het is heel mooi om te zien hoe ze reageren. Het is natuurlijk, al die kinderen zijn blij. Ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Het is wel, als je ziet hoe de kinderen, wat ze ervan vinden, dat is gewoon top. Super dat je met deze kinderen op kan trekken en gewoon een geweldig dag kan maken met elkaar. Is dat ook misschien wel het mooie van PSV dat ondanks de hevige kampioenstrijd die gaande is, dit soort activiteiten toch gewoon doorgang vinden? Ja, precies. Dat dit gewoon door blijft gaan. Ja, dat geeft toch ook wel aan hoe de club daarin staat. En, ja, dat verdient wel een compliment. We hebben net we zijn begonnen met hartschieten. Daarna zijn we naar dansen gegaan. Net even met de rolstoel op een koertje afgelegd en nu rolstoelvoetbal. Dus, En wat gaat je het beste af? Ik denk toch het dansen. Het is eigenlijk best wel moeilijk om in die rolstoel vooruit te komen. Vooruit komen gaat nog wel, maar sturen, dat is echt is heel moeilijk. Doei!